Zal ik een leuk verhaal vertellen? Ik was dus vandaag was ik op het Centraal Station en ik was bij de Starbucks daar koffie aan het drinken. Ja. Nou, smerige koffie was het. Op een gegeven moment moest ik poepen. Oh. En ik kijk, bij de Loetje had je zo'n toedeloe. En ik weet, die is goed, maar ik weet niet of je daarheen kan zonder dat je naar een Loetje gaat, zeg maar. Ja, kan toch? Dus ik ging daar naar de sanitair ding. Die in het station? Ja, in station. Nou, ik trek één zo'n hokje open. Overal poepen. Nee. Overal. Echt, nou echt van overal. Daarnaast, op de bril. Het is net een sluipschuttend filmpje met vegen op de muur. Maar waarom heb je niet een foto gemaakt? Met vegen zo, op de muur. Mensen, dames en heren, jongens, welkom. We zijn vandaag met een nieuwe Try Not. Eerste keer dat jij erbij bent, toch? Ja, klopt. Ja. Ik ben eigenlijk relevant. Man. Welkom. Man. Wat we gaan doen, we gaan even kijken. Je kent het. Ja, het ik heb wel eens gezien met Matty op de Dam. Oh. Was dat in het Vondelpark, dat was toch de meme? Ja, maar dat is nog niet gebeurd. Okay. Dat gaan we nog doen inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Wat we gaan doen, je mag niet lachen als je lacht, strafpunt. En ik heb nog nooit gewonnen. Dus stel, ik zou nu winnen, zou het echt wel triest zijn. Maar ik weet ook hoe jij lacht. Jij lacht zo, dan kijk je zo. Dat is jouw lach. En nou je bek houden. We gaan kijken. Doof lazy, Essen naar jou trouwens. Hi! Kiekeboe, daar ben ik weer! Ja, jij lacht ook. Ja, maar ik moest vooral lachen om, bij de Xenos heb je altijd van die bordjes met homies where the heart is. Ja, zij heeft dus blijkbaar niet genoeg geld voor zo'n heel bordje, dus zij heeft nu gewoon twee keer home op de deur gezet. Een example that we are seeing take off is fitness. And speaking of that, I think it's time for my workout. Ja, lachen. Wat zien we hier? Ik heb een bloempot. I am Tony Montana. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Wat heb je op je hoofd? Wat heb je op je hoofd? Bloempot. Ben je zo oud? Ja. Oh, deze is goed. Ken je deze? Ja, nee, ken ik. Ik geloof niet dat dit echt was, maar het was echt. Ik dacht dit is een Photoshop, maar dat was echt. Op. Is dat echt? Volgens mij wel. Oh, schitterend. Hallo Matty, Koen, Raoul. Ik denk echt dat ik gewoon oprecht heel goed bij de bouncers pas. Omdat ik net zo gek ben als jullie. Dit is in mijn vlog. Dit. Ja, dat heb ik niet. En ik hou misschien niet van stroop, maar ik hou wel van... Pik. Poeders. Oh. Zo, het is wat f***ing auditie-tape, man. Ik dacht dat iemand onder had geëdit pik of zo. Maar wat vind jij? Mag Julia bij de bank zitten? Ik vind vrouwen niet heel vaak heel grappig. Ja. Maar ik vind Julia wel heel grappig. Ja, Julia is heel grappig, ja. Maar het blijft natuurlijk een vrouw. Ja, dus graag. Nee, graag niet. Ja, nee, dan iemand met een allochtonse achtergrond. Ja. En dan zijn wij echt cancel-free, man. En een homo. Worden. Hebben we al. Ja? Die moet nog uit zijn 3000 euro kast komen. Beelden dus. En die zit vol. Kijk. Dit is wel goed, zeg. Het mooiste is dan dat je vriendengroep hebt die dat doet en filmt. Dat hebben heel veel vriendengroepen. Maar het mooiste is dan de stap die daarna komt, dat je het op TikTok zet. Ja. Ik hoop wel dat hij akkoord is op TikTok staan, maar ik denk het wel. Hij zag er wel uit als een leuke pik. Leuke, goede pik. Goede pik. Zoals waar Julia van houdt. Ja, ik hou ook wel van Bart het edit. En ik hou misschien niet van stroop, maar ik hou wel van... Penis. Me af en panje heb nog juice to my cum. Dit is heel leuk. My math to see how I am in each game. Valorant. Call of Duty Warzone. Minecraft. Oh. Fortnite. Oh, deze is zo leuk, deze is niet. Alright bro, good night. Good night. Oh shit, I forgot my... Alright. Oh shoot, I forgot to get my water. I'm back, vriend. Hou je bek dicht, vriend. Doorlopen. Ben je weer aan het lachen, Roel? Ja, maar ik moet lachen op jou. Ja, hoezo? Ik doe niet. Ja, maar ik lach niet. Ja, ik ben ook echt gevorderd natuurlijk. Hallo, Jordi! Oh, die ken ik deze. Wauw, Frankie! Wauw, Frankie! Ja, leuk. Kijk jongens, een Fortnite-tas. Oh nee, ja. Hoi, ik ben YouTuber. Dus ik zie een tas ineens. En ik speel zelf ook Fortnite. Dus je kan me toevoegen voor Erika 2233. Kun je misschien een keer samen live gamen? Bij hoeveel likes neem je een duel met haar op? Luister, nooit. Ik ga nooit met haar een duel opnemen, Roel. Nooit.
Oké, 50k likes. On Gary O'Donoghue, who's in Minneapolis. And Gary, all eyes on this case. Ik lach er niet op. Hey, wij bij de tent. Wat een k***leven, dan kom je daar gewoon aanscooten door je heen of weggereden door een koe. Ja, oh, ben op dat dank voor nu. Gaat hij de tv, die trap op. Maar wat ben je voor k***? Wat zou er daar gekomen zijn? Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace, so please. Ja, dat is erop. Ja. Could you find a way to let me down slowly? Dit is mijn meme. Is het jouw meme? Heb je die zo gemaakt? Nee, niet gemaakt. Maar ja, ik heb wel die meme verzonnen. Godverdomme. Iemand naakt jouw meme hier. En die van mij was beter. Dat je Oh, a knife. Be careful with that thing. Don't. Oh. Deze gaat zo tering grappen. Die linker. Ja, die is echt tering grappen. What? No, tell grandma to stop running her mouth. If I want to have more string beans, I'm going to have more string beans, and that's that. Hoe snel kunt u rennen? Ik heb een snelle fiets bij me. Een snelle fiets? Dat is toch geen fiets? Nee, inderdaad. Deze is heel goed. Deze is fantastisch. Nee. Hij is heel goed. Ik ben een beetje geil van. En bij mij staat Gerard Klaas. Ja, de baas van de Charlatan, bekendste café in Gent. Ziet u het gebeuren? Iedereen hier binnen met een mondmasker. Ja, maar nu. My pronouns are she, but not her. Cause I'll never be her. Never. And I wonder. Wat een fijn, kijk even weg, gezien is dit. Mission voor Perez voor twee rondjes. Hij moet goed weg zijn. Lewis is goed weg. Oh nee. Lewis is goed weg. Nee. Lewis Hamilton is waanzinnig goed weg. En die gaat gewoon voor de overwinning. Nee! Lewis flikkert het in het putje! Circle! Die is al ver heen. Ja, die is vrij ver heen. Heel ver. Die voelt niet meer dat hij pijn heeft. Hey Roel, ik wil je feliciteren. Je hebt gewonnen. Het is me weer niet gelukt. Het is ongelooflijk. Mensen, bedankt voor het kijken. Ken je Roel nog niet? Hou zo. Bedankt voor het kijken. Abonneer. Abonneer. En like deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Mensen, peace out, bitches. Met Mattie weer. Je hoeft niet over te commenten. Doei. Draai.